Goedenavond allemaal, welkom bij weer een nieuwe live video. Vanavond ga ik van een daglook gaan we een avondlook maken. En dat met gewoon een paar kleine stapjes. Goedenavond. Goedenavond, Greet. Hallo, Monique. Hallo, Yvonne. Gezellig dat jullie er zijn. Ik doe heel even mijn telefoon stil. Anders krijg ik allemaal berichtjes tussendoor en dat vind ik heel irritant. Hallo, hallo. Gezellig dat jij er bent. Ik ben blij dat jij het gezellig vindt, dat ik er ben. Hallo Melinda en Janneke. Even tot iedereen een beetje binnen is. Hallo Ilona en Anja. Er zit een vlieg hier. Hallo Hermieke. Vanavond ga ik eerst een daglook met jullie maken. En die gaan we daarna ombouwen naar een avondlook met wat kleine aanpassingen. Hallo Mia. Hey Kitty en Karin. Ik ga eerst eventjes beginnen met een beetje reiniging. Dit vertel ik de laatste tijd wel vaker in de video's. Dat het altijd belangrijk is om even voordat je de make-up gaat aanbrengen, je gezicht even te reinigen. Nou, dat kan met een lotion, maar dat kan ook met onze rozenwater. Kan met allebei. Ik had al watjes. De lotion werkt ook wat meer ontvettend. En de rozenwater is ook gelijk weer wat meer verfrissend. Nou, met dit weer vind ik de roosterwater echt ideaal. Hallo Inge. Dus die ga ik eerst even over het gezicht halen. Oeh, ik kwam een attack van de vlieg. Zo. Eerst even een watje. Over het gezicht. Hallo Jannie. Oh, daar is mijn dagcreme. En dan ga ik lekker beginnen met mijn verzorging. En ik begin altijd lekker met de oogcreme. Oh, een beetje veel. Hallo Anka. Op de oogleden en eromheen. Zo. Hebben jullie ook vaker dat jullie een daglook hebben gemaakt en dat je dan 's avonds weggaat? Dus dat je hem ook gaat ombouwen naar een avondlook? Of doen jullie helemaal je make-up opnieuw? Hallo Ada, hoe gaat het, Lindsay? Ja, goed, Anka. Hallo Wendy. Na de eye contour ga ik de Sensitive Repair aanbrengen. Die masseer erin. Haar zit leuk, dankjewel. Heerlijk fris rooswater. Ja, heerlijk. Ik gebruik echt iedere ochtend de lotion of rozenwater. Fijn dat je er weer bent. Ja, ik vind het ook fijn dat ik er weer ben. Ik wou donderdag wel, alleen dit oog zat zeg maar dicht. En dit was helemaal dik. Het was allemaal opgezet. En dat was vrijdag ook nog zo. En zaterdag was dat weg.
Dus ja, dit was helemaal ontstoken. Ik weet niet wat ik had, maar zo werd ik donderdagochtend wakker. Gefeliciteerd, Anke. Na de verzorging ga ik beginnen met de Flawless Face Primer. Die breng ik altijd aan met de concealer flat brush. Heb je nog wat leuks gedaan vandaag, Anke? Ik ben eerst op de browser, nu ook mobiel. Anders kan ik de comments niet lezen. Oh, echt? Wat gek. Is het hetzelfde als de lotion? Nee. Nee. Is niet hetzelfde. De rozenwater werkt wat meer verfrissend. En ja, kan je ook gebruiken natuurlijk om te reinigen. En hoe heet het? De lotion, die zorgt ook weer dat de pH-waarde van de huid weer op peil wordt gesteld. Dus die gebruik je eigenlijk echt naar de melk bijvoorbeeld, naar de reinigingsmelk. Want dat ontvet het ook meteen. En deze kun je lekker gebruiken voor verfrissing en gewoon reinigen, zeg maar. Hallo Leslie. Even kijken. Na de Flawless Face Primer ga ik beginnen met de roze concealer. We gaan eerst lekker een daglookje nu maken. Een dagelijks look. En daarna gaan we hem omtoveren tot een avondlook. Zo. En ik ben een heel klein beetje rood, zoals jullie misschien kunnen zien. Dat komt omdat ik net op het strand heb gelegen. 2 uurtjes. En ik heb mijn gezicht juist goed ingesmeerd, maar het zonnetje scheen lekker. Een heel klein beetje roze concealer aan de zijkantjes en een beetje op de neus. Het is niet mega, mega rood. Kleine oneffenheden stippen lekker aan met die roze concealer. Zo, met die roze concealer ziet het er gelijk wat rustiger uit. Daaroverheen ga ik de High Cover 01 Light gebruiken. De basis is in principe voor de dag en de avondlook in principe hetzelfde. Wat ik wel vaak doe is dat ik mijn foundation nog een keer aanbreng. Als ik van een dag naar een avondlook ga. Zodat ik weer lekker wat extra dekking heb voor de avond. En dan die High Cover, die blend ik een beetje naar beneden. En die doe ik over de plekjes die ik met de roze concealer heb gedaan. Mijn neus. Oh, wat gezellig, Anke. Doe je goed. Zo. Goedenavond, Gemmy. Nou, de andere kant doen we precies hetzelfde. En wat doen jullie altijd als jullie van een dag naar een avondlook gaan? Gaan jullie dan helemaal nog een hele andere look ervan maken? Of is het dan van, nou, ik doe iets meer blush op of ik doe een lippenstiftje erbij? Wat doen jullie om je daglook een avondlook te maken? Hallo Linda. Josina vraagt wat ik onder de ogen gebruik. Ik gebruik nu de High Cover Concealer 01 Light. En ik ben benieuwd, ik zie dat we alweer op de 60 kijkers zitten. Zijn er ook nog nieuwe mensen aanwezig die dit voor het eerst zien of die net een weekje meekijken?
die eigenlijk nog helemaal geen idee hebben wat Mintens verder inhoudt, bijvoorbeeld. Dat is gezellig, gelukkig. Meestal nog wat extra aanzet en iets meer diepte erin brengen. Lipstick of lipgloss en blush bijwerken. Josine zegt, ja, ik vind het erg interessant, superleuk. Nou, vraag maar raak hoor, Josine, als je wat wil weten. Of je wil een kleur weten, of noem maar op, je mag alles vragen. Kitty gaat ook voor het bijwerken. Charlotte die gaat de ogen wat meer aanzetten met extra mascara. Maakt de lippen intenser, de foundation ook en de blush. Misschien iets meer liner. Meer mascara en inderdaad blush. Oké. Ik ga voor de foundation de honey met de suède mengen. En ik laat het even een beetje zien. Dit is ongeveer nu de hoeveelheid die ik doe. En ik hou altijd wel wat over. Maar ik ben nu weer ietsjes lichter. Dus dan gebruik ik ook ietsjes minder van de honey. Waarom roze concealer? Roze concealer en geen gele? Omdat ik mezelf nou niet bepaald heel bruin vind. En de gele concealer kan je beter gebruiken als je bijvoorbeeld een beetje meer zongebruind bent. Of eventueel geen echte gele ondertoon heb. Soms pak ik hem er wel bij, maar ik vind de roze voor nu nog fijner. Maar goede tip, foundation bijwerken. Ik wist niet dat dat kon. Mijn ooglook zit nu altijd goed. Soms zwarte oogpotlood op doen. Superleuk, fijn. Dus jullie zeggen, ik heb de cashmere foundation. Superleuk. Ben je nog lekker aan het experimenteren waarschijnlijk? Oké, ik ga de foundation aanbrengen. Dit doe ik door te stempelen. Inge die gaat voor een lippenstift en een gloss als ze een avondlook gaat maken. Zo, moest wel of mijn zin ook even afmaken. Dan heb je ook al een bronzer en blusher, Sina, of ben je nog echt alleen met de foundation aan de slag? Testers van de oogschaduw besteld. Superleuk, welke kleurtjes. Ben je ook al lid van de Mintens Fans & Friends groep? Ik zie dat Anke 7 weken het Rijk alleen heeft. Geen idee. Oh, spannend. Dat wordt lekker experimenteren. Zo. En ik zie dat Gerda Venema wil deelnemen aan mijn video. Ik denk dat Gerda verkeerd heeft geklikt. Want als ik nu op ja druk, dan komt Gerda in beeld. Dus ik zal niet op ja drukken. Daarom kijk ik lekker mee, gezellig. En ook voor degenen die nieuw zijn en die denken, nou, ik vind het nog een beetje spannend om in die live groep te reageren. Kijk gewoon lekker mee. Je kan altijd achteraf ook nog vragen stellen. Nou, de foundation zit erop, dus dat was de sferre met de honey gemixt. En dan gaan we wat bronzer aanbrengen. Dus ik ben nu nog steeds bezig met de dagelijkse look. En ik vertelde het net al, eigenlijk is mijn basis altijd wel een beetje hetzelfde. Is alleen wat zachter allemaal. En die gaan we zo meteen dan lekker uitbouwen. Lekker hoor, ik heb er zin in. Lekker wat brons op het voorhoofd. Onder het jukbeen, de kaaklijn. En de zijkantjes van de neus. Ik zie er bijna 2 weken alleen thuis. Zondag komt hij weer terug. Ah. Hou je het nog vol, Femke? Of vind je het wel lekker?
het ging even fout hier. Dat dacht ik al, Gerda. Geen probleem. Het gebeurt vaker. Dan ga ik verder met wat blush. En ik ga voor de Soft Apricot. Dit is een matte blush. Eigenlijk net als de bronzer. De bronzer cacao die ik net heb gebruikt. Die is ook mat. Ja, beide. Ja, nu je weet dat het weer bijna zover is. Dan kan je waarschijnlijk weer niet wachten. Hallo Bea. De blush brengen we aan op de wangen voor wat kleur. Ik vind voor een daglook een matte blush altijd erg mooi. Sowieso is het altijd leuk om af te wisselen. Kun je de passion naast de soft apricot zetten? Ja. Ga ik even bedenken waar die ligt. De Passion is trouwens een oogschaduw en de Soft Apricot, dat is de blush waar ik mee aan het werk ben. De bovenste is de Passion en daaronder de Soft Apricot. Soft Apricot heeft een hele mooie lichte warmte. Dat vind ik altijd erg mooi. Even een beetje blenden met mijn kabuki. Best groot verschil. Ja, klopt. De ene is natuurlijk ook een oogschaduw en de andere een blush. Dat is sowieso al het verschil. Maar de Soft Apricot is echt een beetje een peachy tint. En de Passion is een beetje meer nude. Dat is nog een redelijk verschil, maar wel mooi als kom je op de ogen. Dat zeker. Anja heeft vandaag producten besteld. Ze is er erg tevreden over. Wat leuk, wat heb je besteld, Anja? Goedenavond, Ann. Nou, over die basis ga ik een beetje finisher aanbrengen. Ik gebruik de finisher satin. En die zorgt ervoor dat alles lekker gefixeerd wordt en één geheel. Wordt altijd heel mooi subtiel van, vind ik zelf. Even kijken. We gaan de wenkbrauwen doen. Alles klaargelegd. En telkens als ik het voor mijn neus leg, dan is het weg. Ook hier. Ik kan het af en toe
doordat het licht van mijn ringlamp erop schijnt, dan kan ik dus zeg maar dit lekker net dezelfde potjes, maar dat is het niet. Ik ga de wenkbrauwpoeder medium gebruiken. Ik heb gisteren voor het eerst even bruine mascara opgedaan. Nu wil ik wel eens een kleurtje mascara doen, maar dat heeft mijn tens niet, denk ik. Nee, we hebben alleen bruin en zwart. Je hebt de poeder, de finisher en de roze concealer. En blusje. Oh, wat leuk. Dan kan je lekker aan de slag. Het voordeel is ook voor degene die een beetje nieuw zijn met de minerale make-up, is dat je de blush en de bronzer, et cetera, en de wenkbrauwpoeder kun je ook allemaal als oogschaduw gebruiken. Het is allemaal super multifunctioneel. Heel herkenbaar. Een tijdje terug hadden we het er nog over. Van, gebeurde jullie wel eens dat jullie het verkeerde potje pakten? En toen hadden ik er ook een paar die hadden in plaats van de roze concealer de champagne. Die heb ik ook gehad. Mooie nagels op jullie. Dankjewel. Ik ben er ook erg blij mee. Alleen die, ik heb een heel leuk zo'n randje natuurlijk. Alleen als je in een casino werkt met van die bakken en dingen, is het wat minder. Maar goed. Weet ik weer voor de volgende keer. De mascara is echt fijn. De enige die ik kan gebruiken. Ja, is heel fijn. Hè? Dat komt omdat hij natuurlijk plantaardig is. Dus er zit verder niet... geen gekkigheid aan toegevoegd, even zo gezegd. Hallo Danique, tijd geleden. Ze zegt nog net op tijd voor de ogen. Ja, want we zijn nu nog bezig met de daglook. Maar we gaan zo meteen hem ombouwen naar een avondlook. Alleen een keer de bronzer gepakt in plaats van de foundation. Nou, krijg je wel een lekker kleurtje. Uiteraard testen, zo leuk om uit te proberen. Ja, leuk is dat, hè? En dan telkens denk je, oh, die wil ik ook proberen, die wil ik ook proberen. Voor je het weet heb je €200 in je winkelmandje. Het is allemaal zo mooi. Ja, het gaat hard dan, hè? Nou, dit is dus de wenkbrauwpoeder medium. Gezellig, Els. Ja, klopt. En nu ook te laat, maar ja, gelukkig het gaafste pik ik mee. Sorry, ik ben er weer. Ik ga ook gebruik maken van nog een klein beetje highlighter. Ik gebruik de ene keer met mijn dagelijkse look wel een highlight en de andere keer niet. Dat verschilt. Dus ik ga nu voor gewoon een lekker subtiele highlight. Namelijk de highlighter gold. Wat ik echt een stunt vond is dat ik de roze concealer had gewisseld met de highlighter white. Kwam ook niet meer goed. Nee, de highlighter white die is pittig. Ik denk dat je daar ook inderdaad niet veel meer aan kon veranderen toen. Nou, zoals je kan zien, de highlighter gold is echt super mooi en lekker subtiel. Even een beetje voor op het jukbeen. Het is vooral nu zo mooi een highlight met dit zonnetje. Heb je last van een spraakgebrek? Ja, echt hoor. Soms heb je dat. Beetje op de neus, cupidoboogje. Even kijken. Nou, we hadden het net over de passion. Laat ik die dan maar gewoon lekker gebruiken vandaag. Highlighter gold gisteren gebruikt tijdens een fotoshoot. Superleuk. Iedere maand een beetje bestellen, dan valt het mee. Dat is zeker waar. En het voordeel is, met de producten doe je echt onwijs lang. Dus ja, dan kan je telkens weer wat nieuws. Het werkt wel verslavend uiteraard. Ik denk dat heel veel dat kunnen beamen. De kleur die ik erbij ga pakken, dat was de Passion. Dus die lichte kleur.
Die ga ik een beetje gebruiken als, hoe heet het? Nou, ik ben echt helemaal, ik kom er ook gewoon niet op. Transitiekleur. Zo, goedemorgen. Het zit wel een licht glittertje in, maar het is een lichte kleur. Dus ik vind dat altijd wel mooi om dat een klein beetje hier in die arcadeboog dat aan te brengen. Ik loop niet gelijk, merk ik tenminste. En dan ik zeg dat transitiekleur. Ja, ik kwam er niet op. Oh, ik heb ook zo last van de airco. Ja, je hoort het ook aan mijn neus. Op mijn werk staat echt 24/7 de airco aan. Echt op super koud. En vanochtend was het echt mega koud. Zo, dus dit is die kleur. Heel herkenbaar dat oplopende winkelwagentje. Na een lijf wordt het verlanglijstje ook weer langer. Dat is wel altijd leuk, want je hebt wel dan altijd iets om naar uit te kijken. Neem ook een beetje mee aan de binnenkant. Goed om ziek te worden als er ergens hard staat. Ja, het staat altijd zo. We krijgen er altijd een hele droge neus en een hele droge keel van. Ik doe even mijn wifi uit. Dan ga ik even sporen bij jullie. Dan ben ik zo meteen weer terug. Maar dan hoop ik dat ik een beetje gelijk loop. Ik denk dat het aan de wifi ligt. Ik weet niet zeker. Als het goed is, was ik heel even weg, maar ben ik weer terug. Geen paniek, jongens. Ben er weer. Even kijken, dan ga ik verder met de volgende kleur. Dus ik heb de Passion gebruikt. Ik pak nu de koffie erbij. Dan durf ik het ook niet meer te zeggen. Ga ik naar de volgende kleur. Dat is de kleur Sol. En die breng ik hier aan de buitenkant aan. Ik heb de video een paar keer gestopt en gestart. En nu doet hij het wel weer. Ik weet het ook af en toe niet wat het is. De bruine kleur neem ik nog iets meer mee naar het midden, die Sol. Dit is heel mooi voor een subtiele daglook te gebruiken, deze kleur. En dan gaan we nog voor een licht kleurtje op de ogen. En dat is de kleur Lyra die ik erbij ga pakken. Dat is die onderste kleur hier.
En die blend ik ook weer even een klein beetje met een blendkwastje. Is dit nu de Sol? Nee, sorry, ik zeg de Sol. Wat erg. Ik bedoelde de koffie. Ik denk omdat het de bruin kleur is. Nee, sorry jongens, het is de koffie. Niet de Sol. Excuse me. Het zijn allebei bruin. Eerst zei ik koffie en daarna Sol. Even kijken of jullie aan het opletten waren. Je kan er nog voor kiezen om bij je daglook. Even kijken. Een potloodje te gebruiken. Hier bijvoorbeeld een heel klein beetje bruin potloodje. Bruin is lekker een zacht kleurtje. Die kan je eronder doen, maar ook erover. Doen we nu even een beetje overheen. Hallo allemaal, weet iemand of er in de buurt van Leerdam een verkooppunt van Mintens is? Oeh, dat durf ik niet uit mijn hoofd te zeggen. Pas maar op dat je het goed bij de beschrijving zet straks. Ja, echt hoor. En iemand was aan het meemake-uppen, sorry. Ze kunnen allebei, dus dat scheelt. Koffie is alleen ietsjes warmer. Dan zal ik ze even naast elkaar swatchen. Is de koffie mat of glanzend? De koffie die is glanzend. En de Sol is mat. Dus ik heb hier de koffie. En dan doe ik hem er eventjes naast. Hij is ook een stuk koeler. De Sol. Je ziet wel duidelijk verschil, maar ze kunnen in principe gewoon allebei. Okido, even kijken. Dan voeg ik er wat bruine mascara aan toe. Goed checken of dit wel de bruine is. Ja. Net zoals vorige keer. Die zeker cooler koffie is mooi. Ik gebruik zelf bij de daglook heel vaak de bruine mascara, omdat die gewoon heel mooi subtiel is. En vooral als je met van die nude tinten aan de slag gaat, is het een hele mooie combinatie. Senseo, nieuwe bruine tint, Mintens. Ja, dat is wel een leuke naam. Zo, een beetje mascara. En dan kun je, tenminste, ik vind het altijd leuk om met een daglookje dan gewoon een subtiel leuk gloss te gaan. Dus dan pak ik de Kiss My Tulips erbij. En dan hebben we een hele mooie basislook. Dus dit is zeg maar echt een alledaagse look. Maar stel nou dat we een hele dikke party hebben vanavond. Dan willen we deze look natuurlijk nog wel een beetje gaan oppimpen. Want dit is natuurlijk niet
ja, het is wel mooi, maar het is niet party. Nou, dat kun je door een aantal dingetjes, trucjes, kun je het noemen, of gewoon toepassingen, kun je dat wat heftiger maken, zodat je een echt een, ja, een party, een glam look. Dus wat ik altijd doe, is ik breng nog een laag foundation aan. Maar dat komt meestal omdat je die daglook dan al de hele dag erop hebt zitten. Dus eigenlijk ga je alles nog een keertje langs. Zo. Dan is alles weer mooi egaal. Dan pak ik altijd nog wat extra bronzer. Dus dan zet ik lekker voor zo'n avondlook de bronzer goed aan. Brons ik ook vaak net even wat meer. Die vlieg is echt vervelend. Het voorhoofd nog wat extra bronzer. En wat ik dan doe, is ik pak een kleiner kwastje erbij. Je kan het eyeshadow blend kwastje gebruiken. Je kan een highlight kwastje gebruiken als hij maar gewoon wat smaller is. En dan ga ik nog een keer de neus contouren. Maar dan nog meer vanuit de wenkbrauw. Dus dan wordt die contour ook wat strakker. Dat doet eigenlijk al heel veel. En die ga ik daarna met mijn kabuki een klein beetje blenden. Zo. Dan gaan we nog wat extra blush aanzetten. Hallo Vera, hoe is het met je ogen? Ja, goed gelukkig. Ik merk wel dat dit nog een beetje luig is, mijn oog. Maar ja, ik ben hier weer wakker met echt een dik oog. Toen dacht ik, oh nee, ik moet live vanavond, dat wordt hem niet. De look is prachtig. Ik moet nu echt weer verder. Tot de volgende keer, Alda. Ik gebruik gewoon nog steeds dezelfde blush. Je kan ook kiezen voor een nog heftigere blush. Dat je ineens de Ruby bijvoorbeeld pakt. Je kan hem ook gewoon wat meer aanzetten. Iets meer naar binnen toe. Iets meer op de appeltjes van de wangen. Dan valt hij nog meer op. Dan ga ik wel een beetje lachen. Dan kan je ze heel makkelijk inkleuren. Dan de finisher. Nou, zoals sommigen van jullie weten, vind ik het af en toe leuk om een klein beetje highlighter door mijn finisher te doen. Vooral met een avondlook. Dus die highlighter gold. Die pak ik er even bij. Ik doe iets minder finisher. Heel veel. En die gooi ik bij mijn finisher. En die gaan we even een beetje mixen. Wat fijn hanken. Zo. En die breng ik aan over het gezicht. Gelukkig is het geen neon contour dat je in de disco kroeg een soort glow in the dark effect hebt. Nee, gelukkig niet, Daisy. Dat wordt ook een beetje eng.
Hoeveel liet je halve theelepel? Ja, ik had een beetje veel gepakt, zag je net? Nou, door die highlighter toe te voegen aan je finisher krijg je gewoon een hele mooie glow in je finisher. En dan kan je hem eventueel daarna nog los gebruiken. Mespuntje. Breng hem nu iets meer aan. Kan dat met elke highlighter? Ja, dat kan met elke highlighter. Alleen ik gebruik nu de gold. En daar heb je niet heel veel van nodig. Want die is best wel shiny van zichzelf. Maar die andere, die heb je wel... Daar heb je iets minder voor nodig, zeg maar. Nou, dan breng ik ook weer bij de neus en de jukbeenderen en de lippen, bij de cupidoboog. Dan ga ik verder met de ogen. Als je de highlight mengt met de finisher, accentueert je dan je rimpels of net niet omdat die gemengd is. Nee, het is niet zeg maar zozeer als dat je de highlighter specifiek zeg maar echt zo puur aanbrengt. Als je mixt, dan zal het niet ineens al je rimpels zeg maar naar voren komen. Tenzij je heel veel highlighter op één plek doet, zeg maar. Maar nee, nee, dat valt echt reuze mee. Het is niet wat je denkt, zeg maar. Om de look wat intenser te maken, ga ik de wenkbrauw ook wat donkerder maken. En dat doe ik met de wenkbrauwpoeder Dark. Dus ik heb de medium voor de daglook gebruikt. En ik gebruik de Dark dus om hem om te zetten naar een avondlook. En als de wenkbrauwen wat donkerder zijn, dan gaat de look ook vaak meer spreken. Zien jullie dat verschil? Ik tip zo mijn wenkbrauwkwastje dus in de verkeerde. Oeps. Prachtig, hele mooie kleuren al. Dankjewel, Daisy. Wat had je nu al op je ogen? De passion, de koffie en de lira, die had ik al op de ogen. Die heb ik hier trouwens geswatcht. Passion, de koffie en de lira. En dit was de soul, omdat ik per ongeluk dus zei dat ik de soul aan het gebruiken was op een gegeven moment. Maar dat was niet waar. Zo, vullen de wenkbrauwen lekker op. Kiezen jullie zelfs de looks en de kleuren? Ik ben er altijd benieuwd naar of jullie altijd op voorhand gaan proberen ter plekke verzinnen of de opdracht krijgen. Eerst wel. Toen hadden we dus, zeg maar, dat we het zelf verzonnen. Ik was daar by the way niet zo goed in. Geef ik eerlijk toe. En nu is het zeg maar, zie ik gewoon letterlijk, ik kijk meestal niet in de agenda. Ik kan wel al zien wat er staat. Alleen, of ik heb zelf een input of jullie komen met iets, dat kan ik ook allemaal doorgeven.
Alleen, ik kijk daar nooit naar. Dus ik zit altijd op last minute. Ja, half uur van tevoren zorg ik altijd dat ik alles ga klaarzetten. En dan kijk ik vaak wat voor lookje ik moet doen. En dan verzin ik gewoon wat. Lira een beetje als peachy orange. Ja, iets lichter, kijk. Een stuk lichter. En veel minder warm natuurlijk. Maak de kleur senseo, waarom? Geen idee. Oké, even gluren. We gaan met de ogen verder. Wat ik altijd doe als ik een feestje of wat dan ook heb, dan pak ik altijd lekker een zwart potloodje erbij. Omdat een zwart potloodje gewoon voor heel veel intensiteit zorgt. En die zorgt echt wel dat de look gaat spreken. Even geslepen. En dan zet ik hierboven even een streep met de zwarte potlood. En aan de onderkant ook. Ook vul ik mijn waterlijntjes lekker in. Oh, ik was ineens weg uit de groep. Ik wilde net zeggen dat ik vind dat je altijd mooie looks hebt. Dankjewel. Super lief. Zo. Dan heb ik dat sponsje van de achterkant en daarmee ga ik dat potlood even een beetje blenden. Hier, we gaan een deeg blenden. Blijft de potlood goed op je waterlijn zitten? Jazeker. Het ziet er altijd heel intens uit, omdat het nu heel zwart lijkt. Maar we gaan het natuurlijk niet zo laten. Lisa vind ik ook en altijd draagbaar voor iedereen, ook boven de 50. Daar probeer ik wel altijd wel redelijk mee, rekening mee te houden. Dat de look wel zeg maar voor iedereen een beetje gangbaar is. Kijk, natuurlijk zal het heus wel zijn dat de ene keer de ene het niet aan kan dragen en de andere keer de ander niet. Maar ik probeer hem ook altijd wel zo te maken dat hij voor iedereen kan. Nog even met het eyeliner kwastje en dan pak ik de koffie op. Met dat eyeliner kwastje en dan ga ik die aanbrengen op de onderkant en op de bovenkant van het potloodje.
prachtig, dankjewel. Dan ga ik hem blenden met mijn blendkorst. Druk altijd van die lekkere gezichtjes. Is het toch jammer dat het er zo weer af moet of moet je nog werken? Nee, ik heb vanochtend gewerkt, dus het gaat er zo meteen helaas weer vanaf. Ik pak nog een beetje op met mijn blendkwastje en die zet ik aan in de arcadeboog. Dus waar ik eerst die lichte kleur net heb gedaan, daar ga ik ook een klein beetje van die koffie aanbrengen. Ik wou bijna weer de sol zeggen. Dankjewel, Vera. Gewoon naar bed en morgen naar je werk. En dat ga ik nog blenden. En nou komt er voor jullie denk ik een beetje een plot twist. Want dit is wel een lichte kleur. Het is heel mooi, maar het is nog steeds wel subtiel. Ik ga nog een ander leuk kleurtje op het ooglid aanbrengen. Dus er komt nog één kleurtje bij. En dat is die onderste. En dat is de Tiger Eye van de Diamond Collectie. In het midden, die geeft net even wat extra kleur. Ik vind wel dat iedereen moet dragen waar hij zei happy van wordt, dus doe ook vooral wat je zelf wil. Oh, maar dat doe ik hoor. En dan is je weer de ontstoken ook. Nee, dat ga ik niet meer doen. Ik weet ook niet hoe het kwam. Ik heb nooit een ontstoken oog. Klopt even af. Zo. Jullie gaan heel snel. Dank jullie wel allemaal. Heel mooi, maar ik krijg dit echt nog niet voor elkaar. Ik vind het blenden zo lastig en het vervagen van het potlood. En gebruik je wel het achterkantje van het potlood, want juist dat sponsje, die maakt het eigenlijk heel makkelijk om te gebruiken. Doe het oogpotloodje zwart. Nog even een keer langs de waterlijn. Even een puntje in het begin. Pak ik met het platte oogschaduwkwastje nog een beetje van de Lyra op. Nog een heel klein beetje hier aan de binnenkant. Die stempel ik dan nog even een beetje over de Tiger Eye heen. Dat ze een beetje mooi overlopen. En dan ga ik de zwarte mascara erbij pakken.
je bril. Nee, ik moest vrijdag heen. Maar ik had nog steeds een ontstoken oog. En het werd ook afgezegd, toevallig. Dus nu moet ik volgens mij 8 september pas weer. Zijn er bepaalde looks die jij nooit zal dragen, wat je echt niet staat of wat je lelijk vindt? Goeie vraag. Weet ik niet. In principe draag ik namelijk alles wel. Oh, die fiets. Ik snap je, Femke. Ik dacht dat je bedoelde dat ik moest doen wat ik wou. Ik ga hem ook bestellen. Ook de brownie. Vind ze heel mooi. En er hoort de zen en de toffee natuurlijk bij. Dat zijn wel echt prachtige kleuren. Daar kan je heel veel mee. Ik heb nog niet het oogpotlood van die tents. Ja, dat zal wel een heel verschil maken. Want dit potlood is echt super zacht. En kan je ook echt heel fijn blenden. Oh, ik zie nu dat Esther zegt. Zeker een aanrader, die zijn lekker zacht en dus goed te blenden. Precies wat ik zei. Koffie is heel erg toffee. En toffee smaakt lekker bij de koffie. Liever geen felle lip toch, Lindsay? Gaan we eens zien. Hoort er eigenlijk wel bij, hè? Omdat het een avondlookje is. Maar je ziet dus, je kan er heel makkelijk door wat potlood. En een donkerdere mascara krijg je een hele andere look meteen. Pak ook nog even een klein beetje highlighter gold. Voor onder de wenkbrauw. Ik weet het nog niet voor de lippen. Het is allemaal erg mooi. Ik heb het gevoel dat ik hier wat wimpertjes mis of zo. Ik denk dat ik toen mijn ogen zozeer deed wat wimpers eruit heb getrokken per ongeluk. Even kijken. Ik ga eerst de lippen even reinigen. Dan is weer schoon. Ik poeder ze wel altijd weer even een beetje af. Heel lichtjes. Even kijken. Misschien een Radiant Rose, die is lekker opvallend. En lekker fris. Ik heb altijd met mijn wimpers dat het ene oog anders is dan het andere. Ja, heb ik ook deze, die is een beetje luier dan de rest. Een lekkere frisse kleur erop. Opeens is mijn beeldscherm donkerder. Heel gek. Dus dit is de Radiant Rose, de 432. Ik vind hem eigenlijk wel al mooi. Dan kunnen we zo uit eten.
ik weet hoe het komt met het beeld en geluid nadat jij het beeldscherm aanraakte. Nee, want ik deed dat daarna, maar nu, ik weet niet wat het is. Ik laat hem zo. Ik vind het wel gaaf met zo'n knallende lipkleur. Erg leuk. Ik hoop dat jullie het ook weer leuk vonden om van ja, een dag na een avondlook. Ik ben alles aan het verstoppen vandaag. Ik tel tot 10, wie niet weg is, is gezien. Ja, mochten jullie nog vragen hebben voor degene ook die nieuw zijn, want ik weet dat er een paar nieuwe meekeken. Je mag ons altijd een berichtje sturen via Facebook of via WhatsApp of noem het maar op. Kan hier ook knalrood bij? Oeh, ja, dat kan. Is ook erg gaaf hoor. Kijk maar. Rood, ook erg mooi. Had ook gekund. Ik wil jullie weer bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet niet een duimpje of hartje achter te laten. En vond je me heel erg leuk, vergeet het er ook niet te delen. Donderdag ben ik er weer. En ja, ik weet nog niet wat ik ga doen. Dat houden we nog even lekker spannend. Ik wens jullie nogmaals een hele fijne avond en tot donderdag. Hey, doei doei!